Hallo dames en heren, mijn naam is Dries van en welkom op mijn YouTube-kanaal Belgium Comics, het kanaal waar je moet zijn als je fan bent van comics, science fiction en natuurlijk superhelden. Vandaag review ik de film Spider-Man Across the Spider-Verse. En als jullie het je nog goed herinneren, deze film stond in mijn top 5 van films waar ik het meeste naar uitkeek in 2023. En ik ben blij om te kunnen zeggen dat hij voldeed aan mijn verwachtingen al niet zo oversteeg. Laat me dus beginnen met het verhaal uit de doeken te doen. Het begint een paar jaar na de gebeurtenissen van Spider-Man into the Spider-Verse, daar begint het verhaal. En uh, het begint in uh, Earth65, oftewel de wereld van Gwen Stacy Spider-Woman. Haar vader ontdekt in het begin van de film dat, ze, um, ja, dat zij Spider-Woman is, en dan vlucht ze, ontvlucht ze eigenlijk haar wereld daardoor te met Miguel O'Hara, Spider-Man 2099 en wordt lid van zijn elite groep van Spider-Mensen die hij van overal in het multiversum verzameld heeft. Ondertussen in Miles Morales zijn universum, Earth 1610, uh, is het ook al even geleden sinds de gebeurtenissen van Into the Spider-Verse. Nu... Hij komt ook in oog te staan met een nieuwe schurk genaamd De Spot. En deze zorgt voor allerlei nieuwe problemen, aangezien dat deze door dimensies en universum kan reizen. Ik heb officieel genoeg gepraat over het verhaal van deze film, want anders ga ik te veel spoilers geven. Dus laten we het nu even hebben over het animatiegedeelte van deze film, van deze animatiefilm. Nu, uh, de animatie is echt ongelooflijk goed en mooi. Ik, ik denk dat ik geen. Um, animatie-expert hoeft te zijn om te weten dat dit echt revolutionair is. Dan wil ik nu nog een laatste boodschap geven. Ik weet en ik begrijp dat er mensen zijn die hem, uh, ja, um, het Miles Morales-aspect van deze film misschien niet zo leuk gaan vinden. Want, ja, ik begrijp jullie. Ja, Peter Parker is het eerste... En het enige echte waar we aan denken als we de naam Spider-Man horen. Maar ik geef graag jullie toch om deze film een kans te geven. Want wat Into the spider de Spider-Verse film zo goed maakt vind ik is dat... Zelfs al is het niet Peter Parker die de hoofd Spider-Man is van deze film. Het is toch gemaakt vind ik nog steeds in de essentie van wat het Spider-Man, Spider-Man maakt. En dat was dus mijn review. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Vergeet niet te liken en te subscriben. En tot de volgende.